hebben we te danken aan Mark en zijn plan om het regenwoud weer uit te breiden door de inzet van slingerapen. Het opperhoofd kijkt uit naar de samenwerking. ¿Qué piensa usted sus planes y sus proyectos? Muy bueno el pensamiento que él tiene para todo. Es muy importante para él y para nosotros, ¿sí? ¿Cómo? Para nuestra cultura también necesita una ayuda. Él quiere ayudar. Mm. Él tiene mucho conocimiento para entrar dentro de la naturaleza. Mm. Mark hoopt door de slingerapen te beschermen het regenwoud rijker te maken. Maar hij wil ook de landbouwgrond van de Indianen vruchtbaarder maken. Ik wil samen met hun duurzame bosbouw, jongens, zij begrijpen daar alles van. Ja? Hun voorvaderen hebben derapretas gemaakt, die rijke gronden. Zij weten niet meer hoe dat gedaan is. Dan wil ik hun dus samen met hun weer helemaal terugroepen. Hm. Mark wil de mensen van deze Tucano-stam de landbouwtechnieken van hun voorvaderen laten herontdekken. Die gebruikten terra preta voor het verbouwen van hun land. Terra preta is een zeer vruchtbare, zwarte grondsoort, aangemaakt door van bepaalde planten houtskool te maken. Deze grond zorgt voor een grote opbrengst van gewassen, zonder dat het regenwoud vernietigd wordt. Zoals vandaag gebeurt, door grote stukken land in brand te steken om zo vruchtbare aarde te krijgen. Behalve van de landbouw leven de Indianen ook van alles wat het regenwoud hen te bieden heeft. De sjamaan van het dorp laat ons zien hoe ze planten gebruiken als voedsel, drank en medicijnen. Dit is de supermarkt en de apotheek in één eigenlijk, hè? Ja. Heeft hij wiki natural? Uit de apotheek, dit is, heeft de fix. Oh, wauw. Je kan ook die borsten smeren, dat komt echt lost wel op. Medicina. Mesting. Goed. Alles genezen. Alles zelfs tegen kanker, malaria. Maak je een thee van? Het is heel bitter, hè? Ja, maar dat is een goede teken. Ja. Hoe bitter het is, dat is het teken dat het goed medicinaal kracht heeft. Oké. Het is fascinerend om te zien hoeveel kennis de sjamaan, maar ook Mark heeft over zowat elke plant in het regenwoud. Misschien ook niet zo gek, na meer dan een halve eeuw werken en leven in de jungle. Una copa. Son amador. Wauw. En dit is drinkbaar, Mark. Ja. Daar in Suriname, waar ik begon met slingerapen, had je elke 500 meter of elke 200 meter had je een mooi kreekje, want er was heel veel graniet. Ja. Ik had nooit waterproblemen.